Daar ben ik weer. Ja, je ziet het al. Ik heb weer de Jordan gewonnen. Jullie zien het aan de logo. Deze keer geen unboxing, dus het is helemaal geen verrassing meer. Je had natuurlijk het al, dat had je natuurlijk al aan de titel kunnen zien. Maar je ziet de logo al. Jordan logo. De naam hier zegt het ook al. Cactus Jack, maat 43, US 9,5. Hier de andere Cactus Jack logo. Jullie weten het al. Jullie zien het al. Jullie zien het al. Rode lak, Louboutin leer gewoon. Jordan 6, Travis Scott. Zo. Woe! Zo, hier moet ik even diep adem van halen. Jullie zien het natuurlijk. De Jordan 6, Travis Scott. Heb ik gewonnen, gelukkig. Ik ben super blij dat ik ze heb kunnen kopen. Eigen maat. Dus deze gaan gewoon lekker on feet. Zo. Ze zijn wel echt lekker. Het is mijn eerste Jordan 6 model die ik heb in mijn Jordan collectie. Eigenlijk gewoon in überhaupt mijn schoenencollectie. Maar dit is dan de eerste Jordan 6. Ik ben er super blij mee. Normaal was ik niet van de Jordan 6. Ik ben een paar keer in Amerika geweest. Daar is de Jordan 6 wel een populair model. Maar hier in Nederland is het minder populair. Dus daarom dat je ze niet zo vaak bij mensen aan hun voeten ziet. Maar gewoon, natuurlijk ook, omdat het een Travis Scott collab is, is het hard. Maar deze kleur, gewoon, ik noem het military green. Met suède-achtig, suède of nubuk-achtige stof. Super hard. Natuurlijk. De glow in the dark sole die je natuurlijk hebt. Alleen niet zo donker, dus jammer dat ik hem niet zo goed kan zien. Natuurlijk het zijvakje. Met de Cactus Jack logo hier. Ja, en natuurlijk. Goed laten zien. Op de linker voor de Nike Air logo. Rechts heb je de Cactus Jack logo weer aan de achterkant. Super hard. Hier heb je, ja, om strak te trekken, Jordan logo. Ook Cactus Jack, hier heb je ook de Jordan logo. Eeuw, aan de binnenkant zo te zien. Dus hier heb je ook Jordan logo. Ik hoop dat jullie kunnen zien. Aan de binnenkant heb je hier ook Cactus Jack staan. Dat wist ik nog niet. Maar ik ben er super blij mee. Cactus Jack. Dit is mijn eerste Jordan of Jordan Nike. Ja. Ja, Jordan Nike Travis Scott. Collab die ik heb kunnen bemachtigen. Hij komt met zwarte veters of donkergrijs en natuurlijk de gele. Ja, ik ga gewoon de groene veters erop laten, maar ik ben er super blij mee. De stof voelt ook super lekker. Ah, voelt ook gewoon. Ik ben er super blij mee dat ik deze heb kunnen kopen. Dit is met de Nike Off-White MC Collab. Wel de sowieso schoen van het jaar die ik zelf heb kunnen bemachtigen. Maar ik denk gewoon, als je naar heel 2019 kijkt, de schoenen die gewoon in de top 5 schoenen van het jaar komen. Jordan 1 Travis Scott collab. De Jordan Low Travis Scott collab. Off-White MCA. En deze sowieso wel in de top 5 komen. Misschien nog een Nike Off-White andere collab. Maar ik ben hier wel super blij mee dat ik deze heb kunnen winnen. Hier heb ik heel veel raffles aan mee moeten doen. Maar ja, ik heb ze kunnen bemachtigen. Gelukkig. Ik ben er echt gewoon super blij mee. Shoe of... Ja. Misschien wel gewoon shoe of the year. Misschien een personal shoe of the year. Laat ik het zo zeggen. Denk het wel. Personal shoe of the year. Super hard gewoon. Kan niet wachten totdat ik de glow in the dark van de zolen kan zien. Ik had... Daar heb ik geen video van kunnen gaan maken. Ik had het wel gekund, maar zelfs zo dom geweest om toen de tijd nog niet echt video's te maken. Ik had de GZ Glow in the Dark, had ik ook. Alleen daar heb ik geen video van kunnen maken. Die shined wel echt in de dark. Ik heb ze helaas niet meer. Daarom heb ik ook geen video meer heb kunnen maken. Maar ik ben er wel super blij mee. Even kijken. Als... Ja, zelf. Ik kom gewoon bijna woorden tekort, man. Ik ben er gewoon super blij met deze patas. Sorry, maar ik heb dat gevoel. Dit is gewoon die W-feeling die ik gewoon weer terugkrijg als ik ze in hand heb.
Even kijken als er nog iets in de doos zit of zo. Goh, nee, dat was het. Nou, ik ben er gewoon super blij mee dat ik deze heb kunnen winnen. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Abonneer op mijn kanaal. Duimpje omhoog en tot de volgende unboxing.